Ja. En daar heb ik, ik weet niet, 3 beeldjes of zo, karakteristiek voor die val van die pijp, uitgenomen. En dat zit in die PowerPoint-presentatie. Ik denk, die gasten die varen daar langs met die mensen. Ja. Dat is een PowerPoint-presentatie, ik weet niet hoe lang, die duurt 2-3 minuten. Hartstikke leuk voor die mensen. Ja. Ik ben gaan praten, ik zeg, je kunt het gratis krijgen. Wij hebben geen interesse in dit soort media. Ze zeiden, ze willen alles nog ouderwets doen. Ze zijn totaal niet in die dingen geïnteresseerd. Maar het aardige, mijn opa, die heeft dus daar gewerkt. Die is geboren in de Constant Rebekkenstraat. En die heeft gewerkt bij de Zuid-Hollandse bierbrouwerijen. Al die tijd. Ja, Zuid-Hollandse bierbrouwerij. Nou, ik was als kind van een jaar of 10. Ging ik met mijn vader naar het café. Ja. Hing zo'n grote plaat van de Zuid-Hollandse bierbrouwerij. Ja. Ja. Ik wist bij God niet wat het was. Ja. En ik kom in Den Haag en daar zie ik dat gebouw. Kan je nagaan dat ik helemaal gek van dat gebouw was? Helemaal gek. En dan gaan ze het afbreken. Kijk eens waar dat komt. Ja. Is dat Chris niet?